Phloxen zaaien. Hoe doe je dat? Daar gaan we in deze video eventjes bij langslopen. Het is helemaal niet moeilijk. Maar bij phloxen zijn een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Is dat ze heel erg van het donker houden. Dus daar gaan we even op letten. En verder moet je opletten dat het niet meer heel koud is. Dus dat het alweer wat warmer wordt buiten. Want ze kunnen niet tegen de kou. En dan doen ze het super goed. Ze geven je echt ontzettend veel mooie bloemen. Ze bloeien heel uitbundig. En er zijn heel veel verschillende mooie soorten van. Je hebt de crème brûlée, die is mooi crème-wittig. En een diep roze, die is mooi. Je hebt de blauwe. Cherry caramel, die is bordeauxrood met een beetje crème. En wat is die andere? Blush, een hele zacht roze. Dus heel veel mooie soorten om uit te kiezen. Nou, de zaaitray die staat hier klaar. Die heb ik gevuld met zaai- en stekgrond. Dat is prima grond om mee te starten. En ik heb de zaden hier al op mijn hand liggen. Het zijn mooie kleine zaadjes. En dan ga ik met mijn pink, dat vind ik heel makkelijk, zaai ik per bakje, per celletje van de tray, leg ik één zaadje bovenop de aarde. Maar ik gaf aan dat ze van donker hielden. Dus ik pak een labeltje en daarmee prik ik ze per stuk even goed in de grond. Daarna druk ik de aarde even aan. En dan zijn ze goed verstopt onder de grond. Druk ze er even goed in. En daarna eraan drukken. En vergeet ook niet om je label voor in te zetten. Alle zaaien zitten in de zaaitray. En om te zorgen dat ze echt goed onder de aarde zitten, geef ik ze nog een klein beetje aarde extra. Ik heb een bak gevuld met water. En hier zetten we de hele tray 20 minuutjes in. Dan laat hij zich helemaal goed volzuigen. En daarna gaan we hem wegzetten. Nou, na 20 minuten heb ik de tray uit het water gehaald. En om ervoor te zorgen dat het echt donker is, heb ik dus nog een deksel eroverheen gezet. En dat hou ik in de gaten. Zodra ik zie dat de zaden beginnen te ontkiemen, dan haal ik het deksel er natuurlijk af. Want dan hebben ze licht nodig. Maar zo is het optimaal donker en zo zetten we het weg bij zo'n temperatuur van zo'n 18 tot 20 graden. Dat vinden ze fijn om te ontkiemen. En daarna gaan ze dus naar het licht.